Mijn credo is eigenlijk altijd namen, namen en nog eens namen. Want ik bedoel, als je een naam niet meer wordt genoemd, ben je voorgoed verdwenen. En juist die namen staan niet op het oorlogsmonument in Dronten. Een gemis vindt Vogels. Daarom heeft hij een brief gestuurd naar burgemeester Gebbe van Dronten. Het is een prachtig monument hoor, daar ben ik heel trots op. Alleen er staat niks op en dat vind ik een beetje jammer. Want in Dronten hebben we natuurlijk een geschiedenis wat betreft de vliegtuigen die hier zijn neergestort. De mensen die hier zijn gestorven. Daar zou je natuurlijk dit monument op een hele mooie manier voor kunnen gebruiken. Om hun namen, hun nagedachtenis hier vast te leggen. Daarnaast moet de manier van herdenken met airgunners op de schop, want ieder jaar zijn er steeds minder oorlogsveteranen. Je zou daar eigenlijk ook weer een nieuwe generatie mensen, ook weer uit het buitenland vandaan, hier naartoe kunnen halen. En daar heb ik het over familieleden van mensen die hier zijn overleden. Die zou je hier naartoe kunnen halen, waardoor je eigenlijk toch weer een soort nieuwe traditie kunt opzetten wat betreft de airgunners. Want het blijven herinneren en herdenken is voor Vogels belangrijk. En dat kan volgens hem een stuk beter dan dat het nu gaat. De Airgunnersroom, een klein museum in de Meerpaal, is daar volgens Vogels een goed voorbeeld van. 2 uur per maand is die open en verder kun je er eigenlijk niet in. En ook dat verhaal van die airgunners en wat hier in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd op Drontens grondgebied. Ja, is natuurlijk heel interessant om dat verder te brengen naar allerlei mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp of geïnteresseerd worden. Van wat er is gebeurd hier op deze gemeentegrond.